Goedendag vanuit de Digitale Mediafabriek in Den Haag. Welkom bij een serie interviews met eigenaars en medewerkers van webwinkels. Deze serie heeft als thema familiebedrijven, bijzondere verhalen over ondernemende families die soms al generaties lang in de retail zitten. Vandaag de tweede aflevering. Naast mij zit Sebas van Wijk. Hij is verantwoordelijk voor de marketing en PR bij de Düsseldorp Groep. Naast het verhuren van afvalcontainers voor bijvoorbeeld een verbouwing, is het bedrijf ook actief op het gebied van grond, weg- en waterbouw, rioolservice, milieutechniek, asbestverwijdering en sloopwerkzaamheden. Sinds de oprichting in 1949 is het familiebedrijf uitgegroeid tot een concern met ongeveer 700 medewerkers. Nu ook met een webshop, düsseldorpafvalcontainer.nl. Nou, welkom Sebas. Dankjewel. Dat was een hele mond vol. Kan je iets vertellen over de historie van het bedrijf? Ja, natuurlijk. In 1949, ruim 60 jaar geleden, is de vader van de huidige directeur Theo Düsseldorp begonnen in Lichtenvoorde met een zand- en grindhandel. De wederopbouw na de oorlog vergde nogal wat. En hij zag zijn kans en kocht een eigen vrachtwagentje en begon maar met zand en grind rond te rijden voor met name aannemers. Ja. Langzaam maar zeker bouwde hij het bedrijf uit en kreeg hij meer medewerkers. Werd ook het werkgebied steeds groter en specialiseerde hij zich echt in grond- en weg- en waterbouw, een wegenbouwer. En sinds 1983 kwam op een gegeven moment ook het afvalbedrijf daarbij. Milieu kreeg in die tijd heel veel aandacht vanuit de overheid. Het werd gewoon belangrijk dat bedrijven en particulieren zorgvuldiger omgingen met hun afval. Dat op een nette manier werd afgevoerd en verwerkt. En wij begonnen met het faciliteren daarin. Dus het ophalen van het materiaal en het laten verwerken. Ja. Nou, dat doen we nu nog steeds. Ja. Ja. En een webwinkel erbij. Ja. Maar voordat we het daarover gaan hebben, misschien hebben we het er dan meteen over, maar wat jouw rol is PR en marketing. Je bent geen familielid volgens mij. Nee, klopt. Als ik je achternaam bekijk. Hoe ben jij erbij gekomen en wanneer? Ik werk nu ruim 5 jaar voor Düsseldorp. Ik ben begonnen bij het afvalbedrijf in de commercie. En 3 jaar geleden kon ik een overstap maken naar marketing en PR. Datgene waar ook eigenlijk van oudsher mijn opleiding vandaan komt en toch wel wat meer passie ook ligt. En hou ik me bezig met nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast ook een stuk PR-uitingen. Dus zorgen voor een nette website, voor de folders die we ook nog steeds gebruiken. En reclame-uitingen. Ja. En dus nieuwe ontwikkelingen, nieuwe verkooptools. Uitbreiding van dienstverlening, klanttevredenheid en dat soort zaken. Je bent verantwoordelijk dan voor de webwinkel ook? Nee, voor de ontwikkeling was ik verantwoordelijk. En voor de dagelijkse gang van zaken ligt dat nu gewoon bij onze verkoopafdeling. Ja. Die behandelen hem. Ja. En die hebben alle binnenkomende orders, werken zij af. Verbeteringen en webmarketing, dat zijn er wel weer onderdelen waar ik me mee bezig mag houden. Ja. Ja. En 700 werknemers, dat is echt enorm. Hoeveel familie, hoeveel Düsseldorpers zitten daar nog in? Op dit moment 3. En iemand in de Raad van Commissarissen. Dus onze algemeen directeur Frank Düsseldorp, die is dus algemeen directeur en aandeelhouder. Een van zijn zoons werkt bij ons als management trainee. En een van zijn zoons werkt op dit moment, omdat hij nog op school zit, als oproepkracht. En in de Raad van Commissarissen zit nog een broer van Frank. Oké. Okay, ja. Dus, en daarnaast zijn er nog meerdere aandeelhouders vanuit de familie, maar die zijn niet meer actief betrokken bij de onderneming. Nee. Dus voor de familie is het aantal wat klein. Er zitten wel een heel aantal werknemers die al ook al sinds jaar en dag de onderneming vormgeven. Ja. Een van onze bedrijfsdirecteuren bijvoorbeeld vierde 2 jaar geleden zijn 40-jarig dienstverband. Ook een soort familie eigenlijk. Dus eigenlijk ook familie. Ja. En hoe is het dan voor jou om in zo'n familiebedrijf te werken? Ik weet niet of je ervaring hebt in een ander soort bedrijven, dat je het kan vergelijken. Niet heel veel, een heel klein beetje. Maar merendeel van mijn werkzame leven zit ik inderdaad bij familiebedrijven. Wat je merkt bij een familiebedrijf is dat altijd de lange termijn visie voorop staat. Dus we gaan wel eens wat minder snel dan dat je zou willen. Hè? Met trends in de digitale wereld. We moeten iets met Twitter, hoor je nu heel veel. Ja. Daar gaan wij allemaal wat voorzichtiger mee. We
kijken allemaal heel rustig van, nou, wat is het dan? En past dat wel bij ons? Aan de andere kant voel je ook een stukje betrokkenheid bij de onderneming, omdat je Frank persoonlijk kent, omdat hij gewoon her en der in het bedrijf gewoon regelmatig rondkomt. Hij vertelt ieder jaar zijn verhaal naar iedereen van, jongens, dit hebben we afgelopen jaar gedaan, dit gaan we komend jaar weer mee bezig. Probeert hij van die, het zijn er veel 700, maar probeert hij daar ook een familietje van te maken? Nou, hij vindt die betrokkenheid wel heel belangrijk. Ja. En dat is ook het onderscheid van onze onderneming, denk ik, ten opzichte van een heel aantal collega-bedrijven. Dat onze medewerkers zijn inderdaad betrokken bij Düsseldorp, bij de familie Düsseldorp, bij de naam Düsseldorp en bij het bedrijf. En zijn daardoor ook bereid om een stap meer te doen. En daarnaast zie je in een familiebedrijf natuurlijk, ik denk dat dat wel vrij generiek in familiebedrijven is, maar bij ons zeker, dat er ook een hele sociale betrokkenheid is. De mensen bij ziek, bij piek, ze zijn er altijd. Mm-hmm. Dus op het moment dat er een stap extra gezet moet worden, dan gebeurt dat. Ja. Is daar niet een hele hoop heisa voor. Ja. Daarom zijn we ook een servicegericht bedrijf. We zijn 24 uur storingsdienst voor bijvoorbeeld rioolservice. Mm-hmm. Ja. En dan over de webwinkel, mm-hmm. wat eigenlijk een verhuurwinkel is. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Kan je ons beginnen vertellen hoe jullie erbij zijn gekomen om een webwinkel te beginnen? Ja, we hebben een aantal jaar geleden hebben we als verlengstuk van onze dienstverlening een online stuk ontwikkeld. Waar vaste klanten hun gegevens eigenlijk digitaal kunnen inzien. Dus alles wat met afvalstoffenadministratie te maken heeft. Uitgevoerde diensten uit het verleden enzovoort. Zodat zij echt managementrapportages hebben die ze, als zij op één vestiging zitten, voor alle vestigingen kunnen bekijken. En vanuit dat stukje service en gemak, wat eigenlijk een van de kernwaarden is van onze onderneming, hebben we op een gegeven moment ook gezegd, ja, waarom is het dan niet mogelijk dat mensen op het moment dat het hun uitkomt, een container bestelt? Ja. In eerste instantie deze shop met name gericht op particuliere en eenmalige bestellers. Maar we zien ook wel dat met name de ZZP'ers en de kleine bouwbedrijven hier ook gebruik van maken. Dat de prijzen gewoon scherp zijn en ze kunnen bestellen wanneer het hun past. Ja. Ja, en we zien daar wel echt een meerwaarde in. En was dat, omdat zoals je een beetje vertelt over het bedrijf, is het stappen worden niet heel snel genomen, er wordt naar gekeken. Was het een hele onderneming om die webwinkel aan de gang te krijgen of? Toen we eenmaal de beslissing hadden genomen dat we het gingen doen, was het vrij snel gerealiseerd. We hebben daar gelukkig ook een aantal goede partijen in kunnen betrekken. We waren zeker niet de eerste in Nederland die dit aanbieden. Nee. Vandaar ook dat we heel bewust de keuze hebben gemaakt om het vanuit Düsseldorp te doen. Er zijn een aantal webwinkels die hetzelfde aanbieden met een, noem het maar een blanco label, waar je niet kunt zien wie zit er nou achter. Ja. En wij vinden juist die naam voor ons, zeker in de regio waar we actief zijn, straalt dat vertrouwen uit en we verwachten dan ook dat mensen dan eerder toch bij ons bestellen. Gewoon puur om dat vertrouwen die herkenning te waarborgen. Ja. En heb je met dit product of deze dienstverlening ook te maken met allerlei multi-channel conflicten van iets online afsluiten wat je offline moet ophalen of... Ja, wat je eigenlijk in de normale retail veel tegenkomt, hè? Ja, het is voor ons natuurlijk 100% multichannel. Ja. Omdat we iets digitaal verkopen wat we altijd offline uitvoeren. Ja. We zijn een dienstverlener. Dus we gaan daadwerkelijk een auto van ons met een container naar de klant. Die kan hem volgooien en belt of mailt of logt in en geeft aan wanneer die weer af kan. Ja. Opgehaald kan worden wanneer die vol zit. Dus wat dat betreft zit daar natuurlijk heel sterk een vermenging in. Ja. Ja. Maar, want je kunt ook gewoon nog jullie bellen en zeggen, ik wil zo'n ding hebben. Ja, dat klopt. En dan, want ik had het net met de vorige gast van Thijs Toys, die ook al op de site staat, het filmpje. Die vertelde van, ik vind het lastig altijd met de voorraad. Het kan zomaar gebeuren dat iemand online iets bestelt, maar dat het net in de winkel wordt weggehaald. Mm-hmm. Kan zoiets... Maken jullie dat soort dingen mee of hoe gaan jullie daarmee om? Nee, we maken dat nu niet mee. Dat heeft ermee te maken dat het verhuren van containers is voor ons een grote activiteit. We doen dat niet enkel voor particulieren, maar ook voor heel veel aannemers. Dus er zit dagelijks zo'n enorme doorstroom in het aantal containers dat vol zit en weer leeg gaat. Op het moment dat die ergens opgehaald wordt, kan die leeggemaakt worden en in principe weer direct door. Ja. Dus we hebben daar nu nog geen conflicten niet zou passen. Nee. Ik sluit niet uit dat dat wel een keer gebeurt, maar dat heeft niet per se te maken met het feit dat het dan online of offline verkocht wordt. Nee, precies. Mensen kunnen nu ook bellen en een container bestellen, terwijl we hem ook niet meer op voorraad hebben. Die voorraadbeheer is niet los. Dat is gewoon één grote
ja, doorgaande dienst. Ook, ja. En als je kijkt naar de toekomst, vooral dan van de webwinkel, dat is misschien nu wel het meest interessant. Hebben jullie daar plannen mee? Nou, voor de webwinkel aan zich willen we gewoon graag dat die goed vindbaar is en blijft. Dat die vooral voor de bezoeker eenvoudig is. Dus daar proberen we ook continu de dialoog mee te zoeken. Wat kunnen we nou beter doen dat het nog makkelijker wordt? Uitbreiding van deze webwinkel zal er niet heel erg voorop staan. Er zullen wel wat producten bijkomen of wat diensten bijkomen en misschien ook wel één of twee uitgaan. Dan denk ik aan de levering van zand bijvoorbeeld. Als iemand gaat verbouwen, mm-hmm. dan kunnen we natuurlijk ook prima een container met zand brengen of met tuinaarde of iets in die zin. Online zien we wel dit als pilot van goh, hoe gaat het nou, wanneer bestellen mensen? En kunnen we dat eventueel kopiëren naar onze zakelijke dienstverlening? Ja. Dus kunnen we onze klanten de mogelijkheid geven om online te bestellen en hun orders in te voeren? Oké. Okay. Ja. Nou, duidelijk verhaal lijkt me. Dank je wel en succes ermee. Ja, dank je wel. En u bedankt voor het kijken en tot de volgende week.